In het debat over de verdieping van de Westerschelde wordt de Nederlandse regering te weinig daadkracht verweten. Balkenende luistert te veel naar de Zeeuwse bevolking. Ik heb wel de indruk dat ik weet er eigenlijk te weinig van om dat te zeggen, maar het komt zo wat jennerig over van Nederland om ten opzichte van Antwerpen, het zal allicht met Rotterdam te maken hebben, maar het lijkt me zo wat jennerig en het doet mij een beetje aan de IJzeren Rijn denken. Die ervaring heb ik persoonlijk niet. Ik denk dat Balkenende ook een eerlijk iemand is en gewoon het landsbelang voor ogen heeft en niet echt specifiek voor de Zeeuwen partij trekt. Dus dat vind ik een stelling van niks. Ik ben misschien ook niet altijd perfect in mijn afspraken nakomen. Ik vind het een beetje spijtig natuurlijk, want het is niet alleen voor ons, maar voor zichzelf denk ik ook niet echt heel positief. Misschien, ik denk dat je voor zelf ook veel minder grote schepen binnenkrijgt, dat het ook voor je eigen consumptie en ook niet of economie, dat ook niet altijd zo positief is. Ik stel enkel vast dat wij verdragsrechtelijk recht hebben op die verdieping. Dat is al vastgelegd in 1839 in het scheidingsverdrag. En dat het natuurlijk voor de Antwerpse haven enorm belangrijk is dat die Scheldeverdieping er komt. Nou ja, goed, daar is op zich niks mis mee. Als dit verhaal zou spelen in Friesland en we hebben te maken met een Friese premier, dan zal dat ook de boventoon voeren. Aan de andere kant denk ik dat Balkenende heel goed aanvoelt hoe de gevoelens liggen in Zeeland. Afgezien daarvan vind ik dat hij daar wel bovenuit moet stijgen en dat hij gewoon zijn plan moet trekken en door moet zetten.